inval op de Blokhuispoort is het grutte succesverhaal van het Fryske Verzet. Op 8 december 1944 werden troch deze briljant taalrijde kraak 50 mensen bevrijd uit de Ljouwerter Veensenis. Dit sterke staaltje is dit hier 25 jaar lien. Het verhaal van de oerval is al vaak verteld. In 1962 kwam er een film uit die doet het iets oordeel miljoen bezoekers luts. Er binnen boeken oerskreun en in 2003 kwam er een grut Iepeloftspul op locatie. Van alle 26 oervallers is er nou net ien meer in leven. En de laatste bevrijde man, Gerrit Fokkema, verstoorde dit hier in de ordens van 94 jaar. Maar zat het altijd dit maskeertnis, die verroor het maar de tijd mij. En juist het feit dat de man er net meer binnen, biedt kansen op een nieuw perspectief. De tijd is riep voor een oorverhaal, want de oerval stiet net op hemzelf. De meeste acties van de Fryske knokploegen wierden bij lange na net zo succesvol of geweldleers als de kraak van de Ljouwerter Veensenis. En somtijds hielden ze traumatische gevolgen. Hessel de Walle stelde hemzelf een helder, maar net een makkelijk doel. Zo volle als mogelijk te weten komen over de oorvallers. Zijn boek heet dan ook De Mannen van de Overval. Heroïek en tragiek in 26 levensverhalen. En zijn oerval, ja, dat is toevallig. Ik ben die man zelf, dat is heel opvallend. Daar woont ze wel op praten. De meesten. Dat is natuurlijk geweldig, die oerval. Dat liep je perfect rond. Maar de rest wie handel het perfect rond. En dat had ze denk ik volle mee knoeid als deze oerval alwinnig. Als toen je liquideert, ja, dan zetten de Duitsers vervolgens vier meisjes in de moord of dan volle meer. Noordwind van die meisjes gaan een hele grote dingen dienen. Werd ze duur van betellen haar. Ja, mentaal of mentaal en fysiek. Doet je hem door deze doorkamer? Wat dien je hem doen? Nou, wij staan dus achter deze door opgesteld, maar de hele club en Timmersma, de bewaker, die drukt op een bel en de door gaan open. Elk van de deelnemers die wist dus wat zijn taak was. 12 van de jongens die sprongen daar eerst heen om die alarmbel op de tafel moeten werken te stellen. En daar stuur ik een telefoon mee en ik doe. Ik weet wel dat ik praatte als een van de eerste met Feike op een wal, de zoon van Gerben op een wal. En die zei het tegen mij van, god, het is net wel eens de tijd dat wij als Ben, uw visie aan mij. En dat vond ik dus wel heel bijzonder. Dus ik rond de voeten naar de oor van, hé, die mensen die willen daar wel op praten. En hij joeg mij dus ik documenten mij van zijn heid. Had mij al je tips joen, boeken, wat denk je in voorkamer. En ik had natuurlijk alles aanzocht. En dat scheelde dus echt, dat ze stonden winnen. Mensen kijken wel eens zijn van, god, die mensen gingen afpraten, dat had ik afpraat. We zwaaien erover, ze hadden het e-mail, dat had het er niet meer libbet. Maar er winnen echt nog wel mensen iets in mij zijn van, wat we er dus nog net aan horen. Nou, ik zeg, dat vind ik net. Op 30 januari 1944 werden twee lichamen uit het water van het Piekemeer onder Itzega, een plaatsje vlakbij Sneek, gehaald. Uit de op de lijken gevonden papieren werd opgemaakt dat het om Duitse Joden ging. Dat was een Duits-Joods echtpaar die een brief met namen hadden geschreven aan de artscommandant in Franeker. En gelukkig werd deze brief onderschept. En kregen wij die in handen en toen kwam dus de vraag op, en wat nu verder? Je ging er vanuit als jonge vent dat je een beetje een betere, een rechtvaardiger wereld zou kunnen opbouwen. Je zag toen om je heen al dat onrecht, met name ten opzichte van de Joden, maar ook andere Nederlanders. Er kwamen mensen bij je die hulp nodig hadden.
En dan komt van het een naar het ander. Maar de waarschuwingen aan het echtpaar hadden kennelijk niet het gewenste effect, want de KP zag zich genoodzaakt de man en de vrouw te liquideren. Het was een heel moeilijk moment, ja. We waren er heilig van overtuigd en ik meen nog steeds dat ik dat tegenover God en de mensen kon verantwoorden. Maar het was wel een heel ingrijpende beslissing. U heeft dat samen met iemand anders gedaan? Ja. U bent die mensen gaan ophalen op een gegeven moment? Ja. En wat is er toen gebeurd? Daar wou ik maar niet verder op ingaan. Nee, ze zijn geliquideerd, dat is erg genoeg. En dat, de bijzonderheden, dat heb ik bezwaar tegen. Gerben Opperval, die we doen, hier de 24 of zo, en het eerst doet dat die. En dan had ze nooit weer hoe praat. Ze had zelf de dochter van die mensen wees maken dat de Duitse er die in hing. Dat had ze een begrijpstje zetten litten. Jack Kooistra, de Friese Wiesentaal, zat er hem zelf al neemt, die vond dat uit. Die had Opperval dat ik mij confronteerd. Nou, toen had het ik het langer ontkend. Maar het was 83, dat was 39 jaar later. Het eerste wat mij even zijn zoon zei, van ze kunnen me er net meer van vervolgen. Worden van ik dat houd hem nog bezig. Er is naast Opperval nog een oervaller belutsen in dit verhaal. Hans Deinem brengt, te Germanjan Lever, de dochter van het Joods echtpaar de Joen van tevoren onder op een veilig adres. Nou, de makers mij net wies dat zij net weten haar wat er stiet te gebeuren. Er is natuurlijk goed praat. En zijn Hans Deinem, ja, dat is een van de dingen. Daar moet hij echt mee ompakt haar. Hij had net sketten, maar hij had er van weten en had er wel om mij dien. En ze pakten heel wat oervallers na de oorlog, elds voor zich, maar haar een verliezen om. Het besef moet er natuurlijk ook wijzen dat er iets besteedt als posttraumatische stressstoornis. Als ze daar nooit van jet haast, ja, was hut op het beulen wijzen, achter die lid, het is voorbij. Dus er is misschien geen idee van. Als je het geval van Hans Deinem is natuurlijk heel duidelijk. Die is op een gegeven moment onder behandeling met van professor Bastiaanse. Dus bij Hans Deinem werd het natuurlijk heel expliciet. Maar dat komt omdat zijn zoon dat heel expliciet verteld had. Ik weet het net van die horen mensen. Of die had het net, of die Ben had het net verteld of net vertellen wilde. Maar dat is niet hoor. De woestijn hoe het bij die mensen verder ging is. Dat hebben we heel wat spelen gehad. In de film werden de oervallers overal waar opvondelen terug koerierster Richtje Hofstra. In werkelijkheid wie het alle jermaten, groepjes vreun, die in nauw contact met elkaar stien. Nou, je ziet er weer patent uit vandaag. Jij ook. Zeg, Piet Kramer vraagt of je morgen naar Leeuwarden wil komen en bakken Bulsma op de Oostergracht. Laat? Om 4:30 met gimpies en masker. Een overval? Dat weet ik niet, maar dat zul je wel zien. Trokken je via familie? En via Freun en Sardines, denk ik. Want ja, orenmeester die koest op me net vertrouwen. Ik Jelle Visser, he, die een schoftje bij de SS zit, nou, maar werd ze uiteindelijk wel van toch niet, die mogen we er wel bij houden, die wij vertrouwen wel. De Warkemers wisten van het SS-verliezen van Jelle Visser en ze roppen hem naar bij de bevrijing. Maar zijn maten in het verzet ben altijd warm opkwam. Op de pleats van Reinder de Vries in de Legauke, onder Opijn, wierden een protte verzetsmeisken onderdoekt. Ek Delsketten allieerde piloten vonden er onderdak. Er is één foto van. Hier sjoggen we fjouwer man van de oerval op. En op deze pleats barde op 21 november 1944, nog geen traie weken voor de oerval dus, een grut drama. Nou ja, het gerucht wol dat zij op een gegeven moment verred bent in of door een boerman of zo, die dat onjoen had. En dus stonden er op een dag vier Duitsers op het heen. En die kwam er dus die stal in, maas betekent. En er waren twee zwanen van die boer die waren aan het werk, aan het melken. En nog een onderdoeker. En die begon te razen van de Duitsers. En die waren door voor het nacht deersketten door de Duitsers. En die commandant daar, die kwam de zolderrol op, bij de trap op. En die namen ze voort onder schot, dat lijkt niet zijn man. Maar ja, doe iedereen hem raar, sure.
Want zijn handen omheen en een peridine dat dek. Maar goed, te zeggen dat ook dat Hans Deijnen weer nog een oren. Die maken een beweging. De woede dan op zitten. Ja, die skeert de man weer op. We zien nu al zwierde bewapening. En ja, dat had de Duitsers het leven kosten. Toen had ik een hele slagpleert voor. Ja, die hoorde Duitsers begonnen vanzelf weg te shit. Maar ja, ze winnen bij een seizoen in zwierde bewapening. En die Duitsers die zijn uitnaaid. Maar ja, die winnen er al wel heen. De Duitse commandant wie deed, die twee onderdoekers, of die twee zwanen van de boeren, die onderdoekers die deed. Ja, dat is als een hazen bij ze uitnaaid. Ze moesten de boer meenemen. De man die zegt uiteraard het leven even net meer zitten. Maar die twee zwanen, die vlieren. Maar goed, ze zijn als een hazen uitnaaid. Hans Deijnen zelfs is een lange ondergoed. En ze hebben ze dwars door een land heen. Een boord de bejaarde water zijn. Ze hebben ze uitnaaid. Dus ze worden echt al behoorlijk traumatiseerd door wat er gebeurd is. De Duitsers kwamen waarom op de Legauke om wraken. Ze stelden het vee, namen alles van weer de maai en stutsen de pleets in de bron. Het verzet moest financierd worden. Er waren distributiekantoren oorvallen, maar ook boeren en handelers om aan eten te komen. In het geval van Hansje Sielstra ging het verschrikkelijk mis. Toen ze dus bij boer Sielstra te lonen komen, de paken van de sterkste man van Friesland, of van de wereld zelfs een keer, Wout Sielstra. En ja, dat is misrond. Dus Reeskamp had de opdracht, Joen, en dat is uitgevoerd. Jantine Spieters, die ik hier van de oervallers. En nog een orenvent, Jan Bosra. Op 16 januari 1944 komt veehandelaar en slachter Hansje Sielstra, waarom van de veemerken in Snits, mooi een volle beurs. Hij wordt op zijn fiets vlak bij zijn huis in Vierhuis deersketten. Dus hier is mijn parken. Ja, hier in de deltje en hier in de vallen. En hier heeft hem. Hij leefde nog maar een kogel in de holle. En toen heeft hij hem op een ledder droegen. De familie Reutsen heeft hem mij geholpen. En toen heeft hij hem op een ledder droegen naar het pleetje hier in Vierhuis hierachter. Maar ze dienen zulke dingen volle vaker. En er zijn volle meer boeren. Alleen dan zie je de verkeerde boeren te pakken. Ja, dat is het gemeen ambitie, vinden wij. Ja, we weten dat paken vier Joodse bijen onderbracht heeft. Dat coördineerde er en een Joodse echtpaar. En een vers in huis, Joodse famke, Riekje. Tante Riekje, neem ik haar. En daar kom ik nog geregeld. En meer de onderdoekers. En dat er ik als slachter vlees aan het verzet en vlees aan de onderdoekers. En zelfs het ziekenhuis van Snits. En dat is dus uit de haren. Ook griezelig, triest voor zijn familie vanzelf. Maar ik triest voor Reeskamp en die Jantine Spieters. Want die kreeg natuurlijk het gevoel van we gaan zelf wel een goed dienen. En we krijgen wel de rekken betalen. Ik had het zien Wout Sielsen, want daar ga ik wel mee praten. En ik zei, dat was net uit erg verleden van het binnen de Disse meesten die daar uiteindelijk van verantwoordelijk winnen. En die dienen haar best, maar de Duitsers hadden het al veroorzaakt. In juli 1940 krijgt Reeskamp 2 jaar met aantrek voor deze daad. De krijgsraad had rekken met de speciale omstandigheden van de oorlog. Jantine Spieters krijgt oorlier en Jan Bosga 1 jaar. Het is wel zo natuurlijk dat letter Pieter Wiebinga de naam ismaak een hele kwelijke rol in spelen had. He, die had dat natuurlijk opschreven in zijn bezettingstijd in Friesland. Ja, dingen die gewoon echt degen gewoon net klopje. De man hier een hekel aan Reeskamp. En dat ik heb een hekel aan een protomeeske, maar ik ben een data-analyst en ik zie naar de feiten. Dat had Wiebinga die had naar zijn sentimenten zien. En dat kist hem ik, ja, dat vind ik wel, dat kist mij goed kwelijk nemen. Dat wordt hem ik een brood kwelijk nemen. Ik denk, toen die oren verzet mensen, is hem dat kwelijk nemen. Op de première van de film De Oerval in 1962. Wienen Gerard Reeskamp en Jantine Spieters net welkom. Net in Tuschinski en ik net bij de vertoning op Soestdijk. Het was 8 december en het was. Nou, het was zutter weer, om zo maar te zeggen. Hè? En. Nou, er was weinig straatlantaarns, er was weinig licht. Straatlantaarns die mochten geen licht uitstralen. De huizen Bakker Taco van der Veen, wie een belangrijk man bij de oerval. In de film neemt Eppy Bultsma zijn plak in. Had jij je dienst gisteren, Janema, aan de overkant, toen ze weghalen?
Ja. Zou die moffen soms naar huis trot vliegen, hè? Ja. Maar Taco zwaarde voor de wapens en hij vervierde die in zijn bakfiets. In zijn bakkerij op de Oostergrachtswal kwam de man Geer en startte de oerval. Heer onze God, nu wij hier staan vlak voor onze moeilijkste taak, komen wij u vragen ons te helpen. Wij geloven met de bevrijding van onze kameraden ons land en ons volk te dienen. Marek van der Veen zit mooi een vaarval in zijn magen. Hij vertelt de roer op een basiskwal op het Jereveen. Toen is het helemaal fout gegaan. Er is een ernstige fout gemaakt in leven. Schrikkelijk. Ik weet er alles van, want ik was er zelf mee betrokken. De persoonskaarten van Ljouwerter verzetsmeesken vallen in Duitse handen. De trije broers Wierda werden oppakt. Ze werden opsletten in het Birmaniahuis. Ze waren actief in spionage en sabotage. Egbert Mark leverde de platte groen van de blokjespoort voor de oerval. Ik zei, Mark, het is niet in orde, jongen. Het is gevaarlijk het ogenblik. Ik zal maar niet thuis slapen. Ik zei, dat komt in orde. Hij is naar een ander toe gegaan. Dat zijn de Duitsers gekomen. Ze hebben gepakt. Hij had hier papieren bij. Ze moesten thuis halen. Hij zei, we zijn twee broers gevonden. Ze hebben radio's gevonden. Die mochten niet hebben. Enfin, het is helemaal fout gegaan. Hij is gearresteerd. Kwart erop, op 9 april 1944, saboteren de binnenlandse strijdkrachten de trein van Ljouwert naar Frenscher. Dit om transporten van de Duitsers voor te komen. De trein rint uit de rails. Als represaille werden de treienboren Wierda, te jaren met zien oren, op 11 april door de Duitsers fusilleerd bij Dronriep. Meneer Kramer, de mensen uit het verzet die dus meegedaan hebben deze overval en uzelf, wat was uw eerste reactie toen u hoorde van het plan om van dit gebeuren, wat voor u dus zo ingrijpend is, een film te maken? Daar waren wij vanaf het eerste begin niet zeer enthousiast over. Wij mensen van het verzet, wij menen dat een zekere terughoudendheid wel gewenst is. Het is alleen geweest na zeer vele langdurige gesprekken met dokter De Jong en met de heer Meijer dat wij uiteindelijk besloten hebben om wel onze medewerking te verlenen tot het vervaardigen van deze film. En dat staat niet alleen op u, maar dat staat ook op uw vrienden uit het verzet? Volledig. Ja. Daar heb ik ook steeds zeer nauw overleg mee gepleegd. Ja. En ze stuurden mij in uw staat. Onder andere de eerste man die die film aan zo. Bert Haans. Bert Haansra. Ik ben u stuur geweest, mijn mooie scriptborrel. En me praten over de film en al ik wat leuke dingetjes hier. Wat pikants, hè? In de filmboerder. Maar hij kreeg geen lach, zou maar zeggen, voor die film. Hè. Want ja, er moest een bepaalde ernst in die film komen. Dat kon hij net. Dat weer net van plan omdat het was. En Lou de Jong, die kwam geregeld bij ons. En we werden geregeld, we daarop praten. Maar mijn man zei ook wel eens, ja, ik wil toch wel met die jongens, weet die overval met die en haar, ik weer praten, want die hadden natuurlijk ook weer hun ervaringen. Toen kwamen, toen werden er een prode praten, en wat is wie en wat had ze dien en zo en zo. Met het gevolg dat mijn man ontzettend onrustige nachten hier. En dan hadden we ons gezien, zijn die verdomde rotfilm. Dat had ik nooit moeten doen. De man woont uit nog in dat het romantiseerd waren. Mocht ik in rare dingen met vrouwen die voorkomen, die winden natuurlijk wel, maar dat mocht er net niet voorkomen, dat woonden ze net. Het moest altijd zo sek en eigenlijk zo min mogelijk. Er mochten eigenlijk ook geen emoties in voorkomen. Zelfs het meest dramatische moment van de oerval, het openen van de cellen en het bevrijden van de verzetsmannen en vrouwen, verrint in de film buitengewoon nuchter.
dat had natuurlijk ook wel een bepaald beeld zet. Dat woon ze aan de ene kant net, want ze viel naar zelf geen helden. En er werd natuurlijk ook van alles over al je oren dingen gebeurd. Maar terug die film waren ze dat niet in wol. Piet Oberman, die de leider van de oerval. Doet de knokploegen opgongen in de binnenlandse strijdkrachten, houde hij die leidersrol. En in januari 1945 jouwt hij opdracht om het transport met trijenfeestenaar, waaronder apteker Piet Gunster van Dokkum, te oervallen bij de Valom. En dat gaat mis. De chauffeur komt om het leven en een topman van de SD. Piet Gunster wordt bevrijd, ik al rekent hij daarbij verwoenen. SD-commandant Groentman ontkomt. De jonge baas die wordt voor de nacht te zitten bij de steenguns. En dat is hij te horen. En er zijn 20 mensen net zien en moorden, maar gewoon in die deersketten. En ja, hoe ze het ook wenst of keert, dat wie open maar zien verantwoordelijkheid. En dat had er extra veel. Als represaille hel je de Duitsers 20 man uit Greens en Leeuwarden. Ze worden daar onder waardwaai, op een stienkoude winterdag, in koele bloede deersketten. Piet Gunster had de families van de slachtoffers altijd een stipe. Maar één dag voor de betinking van de Dokkumer executies in 1969, docht er hemzelf te kwaad. Gewoon historici van deze eeuw ben van mening dat het verzet meer levens kosten had dan dat het levens redden had. Ja, zelf denk ik, ik al binnen een grote mensen bij omkomen. Ik al had het een grote mensen het leven kosten. Het had de dagelijk echt van zwarger hoeveel gedonder dat die mensen er zelf mee horen hadden. Ze konden wel grutsch geweest, ze hadden regenjocht houden. En dat is denk ik een heel belangrijk aspect. En dat voel ik zelf. Ja, en daarom voel ik dat een vreemde benadering. Het is toch. Skiers is toch net economie. Dat wij de baten en de. Hoe heet dat? De lessen zien naar overwegen laten. Nee, dus, we hadden regenjocht houden. Of tenminste. Als het alles bijna maar optelt. Na de oorlog wie het voor een protte oervallers dreeg om weer haar een draai te vinden in de maatschappij. Ze emigreren naar Canada of de VS. Er zijn verschillende banen gecreëerd voor die KP'ers, die kregen voorrang, dat zeggen ze wel. Maar ja, ze konden de man zelf mentaal net helpen, dus de onrest die kregen ze net voort. Dat zit in de holen en ja, die Hans Deinem is dus voortgegaan. Opvallend genoeg. Je zegt, man, als Eppie Bultsma, de architect van de oerval, is voortgegaan. Wat ik ook wel vreemd vond van KP, is iets af wat hij te lang vocht in, om het samen te zijn, en dan gaan ze voort. Maar de Sjurhuizen met KP, die is, ja, er zijn treien van emigreerd en merkwaardig genoeg, ik wil het verbouwen dat iedereen op je lezen, merkwaardig genoeg, wie het wel de treien was, niet een jongen van yoghurtje en een koelte de kopsketten haar. Die hem stiekem liquideert haar. Van ieder van die man, dat wie Hepke Pauw, die dus een van de laatste stoorn is. En ja, de man die altijd nachtmerries. Ik zie het wel bij die oervallers van hoe die man zelf. En de vrouwen ervan, en die ben vaak ik hoe ze dat onder litten haar. We worden met ze haar een hege prijs betalen voor het verzet. En ik denk dat mensen het wel beseffen, wat er nou Joden daar in Syrië gebeurt, of in Joegoslavië gebeurt. Zulke dingen die tekenen je mensen voor het leven. Elds hier werd de oerval hertocht. Maar hoe lang blijven we de oerval betinken? En waarom krijgt? Zelf had het voor mij een symboolfunctie. Er zit natuurlijk wel
ik een staaltje van Mierskip zin. Die kerels die het meien waren, die dienen haar eigen leven op het spul zetten. Voor oren mensen, die is van Grutpaten die is koen. Ik zoek niet naar de hemel. Ik zoek niet naar de hel. Ik zoek naar de verhalen die niemand meer vertelt. Ondanks dat de prijs die mensen ervoor betalen hadden, ze misschien geen rekken meer houden, maar misschien valt zelfs dat ze te prijzen. Ze hadden geen rekken meer houden, ze hadden wel een rekken voor betalen. Maar we kunnen gerust geweest dat ze dat niet hadden. In het licht zonder lantaarn, in de regen en in de wind, opeens kom ik hem tegen, de vader van het kind. In het licht zonder lantaarn, in de regen en in de wind, opeens kom ik je tegen, jij de vader. Jij vader, ik het kind. Vrijdag 30 april. Koninginnedag 1999. Het is mooi weer. Ik weet nog niet dat dit weekend het begin zal worden van een episode in mijn leven die me zeer diep zou raken. Goeien, welkom bij Joerd. Een 60-jarig famke uit de Westrijn is vandaag om het leven gebracht. Ik heb nu met bezorgdheid kennis genomen van het gebeuren gisteravond. En ik denk dat iedereen er inderdaad verstandig aan doet om nu eventjes rustig na te denken, ieder voor zichzelf en met elkaar nog eens wat te overleggen.